Oh, ik ben benieuwd waar ze ons vandaag weer heen sturen, goor. Ik heb zo geen zin in, weet je dat? Niet lopen te janken, Krink. Crying all the way to the bank. Zonnebank in jouw geval, Geer. Nou, kom op, we doen dit allemaal voor die oude mensjes. Maak die enveloppen open. Ja. Lieve dames, vandaag gaan jullie naar Utrecht. Ja? Een verrassingsoptreden in het Gouden Kalf. Hé, nou heb ik heel Nederland toch al 10 keer in de ronde gesnappeld. Maar Gouden Kalf in Utrecht heb ik er nooit van gehoord. Denk eens heel diep na. Ergens waar je heel hard boe uit de zaal hoorde. Kunnen in jouw geval overal geweest zijn. Maar wacht even, het Gouden Kalf in Utrecht? Ja. Dat is natuurlijk een Nederlands filmfestival. Ach, Jezus, oh, ja. Nee. Ja, je hebt gelijk. Vreselijk. Oh, daar heb ik nou echt zo geen zin in. Ik heb een stelletje van die verzuurde VPRO-NTR-lijken gaan lopen reanimeren. Oh, met hun kunstfilms. Ach, ze hebben gerust kutfilms. Net zo slecht als jouw plaat, alleen verkoopt het ook nog eens een keer voor geen meter. Hé, hey, kijk uit waar je rijdt, hè, met je monstertruck. Ah, oh, nee, goh, dat kun je niet maken. Nou, ik weet al waarom ze me hier hebben uitgenodigd, hoor. Om de lege glazen op te halen. Nee, maar dat ik volgend jaar natuurlijk zo'n Gouden Kalf mag komen ophalen. Oh, ja. Voor Toppers, Lost in Vegas. Ja, voor het vertimmerde hoofd van je. Oh. Beste horror-effect. En eentje voor het beste stuntwerk. René Vroger die zich in de skinny jeans wurmt. Je bent gewoon jaloers, Kring, dat je niet meer bij de topper zit. Ach man, hoe lang loop je nou niet met dat project te leuren? Is toch geen hond die dat durft te regisseren? Nou, Paul Ruven wilde het heel graag regisseren. Toen ben ik naar die film gaan kijken, De Overgaat. Oh ja, met die hele mooie rol van Dave Roelvink. Houthakker nummer 2. Oh, ja, heerlijke film. Was jij die andere bezoeker? Die heb ik afgebeld, hoor. Het was mij te plat en te ordinair. Maar die film, Toppers in Vegas, die gaat er komen. Ja, tuurlijk. Wie wilde dat niet? Draaien in Las Vegas, 40 graden in de schaduw. Lekker 13 uur naast René Vroger in het vliegtuig. Gaat die oude moppen zitten tappen. Die hebben een baard nog langer dan die van Natasja. Nou, wat mij betreft wordt het floppers in Vegas. Ik hoop dat jullie zingend voorover donderen in de Grand Canyon. Hoe moeten we zijn? Ah, Gordon en Gerard. Fijn dat jullie er zijn. Hallo, lieve Gerard Joling. Ja, we hebben elkaar al eens ontmoet. Oh, dat kan heel goed. Die laatste 3 kilo zijn altijd het moeilijkste, hè, na een bevalling. Ja, mijn dochter is inmiddels 34. Zeg, ik ga jullie even voeren naar de kleedkamer. Ken je haar al? Nee, ik had haar nooit eerder gezien. Nou, misschien in het spookhuis op de kermis. Kom je eraan, lieverd? Joe. Nou, je kan je 3D-bril nou wel afzetten, lieve schat. Het is een Nederlandse film, hè? Wordt alleen maar platter. Hoe is het eigenlijk met de Nederlandse film? Oh, het gaat uitstekend met de Nederlandse film. Ja? Prachtige inzendingen, oh, heel veel publiek. En we zijn blij dat jullie vanavond de Gouden Kalf gaan uitreiken. Ja, vinden wij ook hartstikke leuk. Ja, voor die oude mensen. Oude mensen? Ja, en het geld. Het geld van die oude mensen. Trek dit maar aan. En dan kunnen we even repeteren. En waar is die van hem dan? Nou, dat leek ons nou juist zo ludiek. Jullie zitten met z'n tweeën in één pak. Oh nee, daar prakticeer ik niet over. Oh nee, dan kan ik zeker weer in de reet gaan zitten. Zit ik de hele dag met mijn neus tussen zijn bilspleet. Ja, dan heb ik nieuws voor je. Ik heb gisteravond bruine bonen gegeten. Nee, maar kom op. Ik kom hier voor de promotie van de artistieke film. Ja. Wat zit je nou te gieren, bloedlijer? Ja, artistieke film. Artistieke film, ja. Zo'n film met van die zwangere stiltes en met mist en met Monique Hendricks op een trekker. Ik krijg een wegtrekker. Ja, nou, daar zou ik heel leuk in tot mijn recht komen. Je meent dit, hè, hoor? Ja, dat lijkt mij de kroon op mijn veelzijdigheid, ja. Wacht even. Dik is iets anders dan veelzijdig, hè, hoor? Ik heb gewoon recht op een Gouden Kalf. Nou, dan kan je lang blijven wachten, want we zijn niet eens genomineerd voor de televisiering. Oh ja, ook zoiets. Dat is echt zo schandalig. Heb je daar nog iets van meegekregen? In je ivoren torentje? Nou, er staat me wel iets van bij, ja. Ah, we hebben torenhoge kijkcijfers. Maar denk je dat we genomineerd worden voor de publieksprijs? Mooi niet.
Ja, wie zijn het ook alweer? Penosa, Flikken Maastricht. Ja, en, syndroom van Johnny de Mol. Niet dat ik het er niet gun, hoor. Absoluut niet. Ik heb ook meteen mijn oude chauffeur met een grote doos banket naar zijn huis gestuurd. Met een briefje erbij. Ja. Nee, maar hou eens even op. Als Hilversum toch prijzen gaat uitdelen aan Mongolen, dan is toch het eind zoek. Dat kun je niet maken, gewoon. Ik vind die Jos, die bent vaak heel aandoenlijk. Ja, ze zouden niet eens door de regionale voorronde van Holland's Got Talent komen. En die zouden dan aan de haal gaan met de televisering. Zo noem je erop. Nou, het is natuurlijk wel een beetje doorgestoken kaart. Want wie hebben er nou de hele dag de tijd om op hun dode gemakkie een beetje stomzinnig te gaan zitten sms'en? Dat zijn de Downies. Ja, weet je wat het is met die Mongolen? Die denken alleen maar aan hun eigen. Het is ikke, ikke, ikke. Zeg, jullie knippen mij hier wel uit, hè? Ga wat drinken. Laat me niet in het pak naaien. Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik heb mij het schelen. Past het? Nou, het zit als gegoten. Oh, zelfs bij de toppers heb ik nog nooit zo'n mooi pak gehad. Gouden kalf, het is toch meer een hyena? Alleen een hyena zingt lekker de geer. Oh, ik heb niet meer zo wijdbeens gelopen als sinds die keer dat ik tijgerbalsem op mijn zak had gesmeerd. Ja, het leek ons wel leuk, hè? Als lichte toets. Gewoon een beetje tong in cheek. Ik heb liever wat anders in mijn cheek. Ja, maar niet zijn tong, want ik weet waar niet geweest is. Ziet er toch niet uit, zeg nou eerlijk. Ja, ik moet toegeven, het is eigenlijk meer het gouden kalf wat in 1995 door Rijk de Gooier uit de taxi is gekieperd. Maar ja, wat geeft het? He, jullie zijn het luchtige toetje. Ja, hoe noem je dat? De entr'acte? De wat de entr'acte? Ben je helemaal besodemieterd? Wij zijn een topact, muts. We hebben Vegas-allure. Ja. En het heeft een grote mond over inhoud. Oh, dit is zo publieke omroep, dit. Altijd over wij hebben kwaliteit en het gaat ons niet om de kijkcijfers. Maar als ze bang zijn dat het programma een beetje saai gaat worden, dan nodigen ze ons uit als geer en goor. Als je dit bij de commerciële doet, dan is het plat en ordinair. En doen het op NPO 3 bij de VPRO, dan is het ineens ironisch en tong-in-cheek. Wat jij zoekt is een alibi voor poep- en pieshumor. Nou, dan kun je het krijgen, zus. Ah, kijk, even zo. Ja. Even mooi staan. Wij mogen het gouden kalf uitreiken voor het beste scenario. Ja, nou. Wie zijn er eigenlijk genomineerd? Wie zijn er genomineerd? Sta je nou te pissen? Ja, dat doe ik niet. Oh. Ja, dat doet dat beest. Oh, dat weet je van tevoren. Kleine kinderen, beesten en oude vandaag. Het is altijd gezeik op de set.